Je gaat de prijs van Sportvrouw van het jaar uitreiken. Maar voordat je dat gaat doen, gaan we eerst even kijken naar de genomineerden. Dit zijn de drie genomineerden. Laura, jij krijgt de befaamde gouden enveloppe. En we zijn heel erg benieuwd wie hier als winnares uit de bus gaat komen. Ik ben ook heel benieuwd. Het leuke is dat er wel iemand is genomineerd waarmee ik in de klas heb gezeten. Dus dat is extra spannend nog. En de vrouw die gewonnen heeft, is ook die vrouw. Is Annika van Emden. Annika, van harte gefeliciteerd met deze prachtige prijs. Dankjewel. Even over het afgelopen jaar voor jou. Na de teleurstelling van de gemiste Olympische Spelen werd je toch nog een bekende Nederlander. Want je schoof aan tafel bij de NOS als verslaggever of eigenlijk meer als analist van de judo-uitzending. Hoe heb jij dat beleefd? Ja, klopt. Het was wel heel erg leuk om te doen. Ik had natuurlijk liever zelf op de mat gestaan in Londen. Dat begrijp ik. Maar ja, toen vroeg de NOS mij of ik in de studio wilde zitten als analyticus. En ja, dat heb ik gedaan. Het was echt heel erg leuk en heel veel leuke reacties gekregen. En smaakt dat naar meer? Wil je dat vaker gaan doen? Als ik gestopt ben met judo misschien wel, maar tijdens mijn judo-carrière dan wil ik liever op locatie zijn. Ja, ja. Na dat tv-optreden, zoals ik het dan maar even noem, ging je weer keihard aan de slag. En dat resulteerde op een gegeven moment in de derde plaats op het WK. Dat moet een fantastisch moment zijn geweest. Ja, ja, zeker. Inderdaad, 2012 was het dus voor mij een heel teleurstellend jaar. Daarna heb ik het weer opgepakt. En ik heb eigenlijk 2013 een supergoed jaar gehad. Heel veel medailles gehaald. En ja, als hoogtepunt inderdaad mijn tweede bronzen WK-medaille. Ja, ik heb begrepen dat je in 2008 wel actief was op de Olympische Spelen, maar als sparringspartner. Ja. 2012 was je dus niet bij. Ja, dan gaat het dus om 2016. Ja. Rio de Janeiro. Kunnen we jou daar gaan verwachten? Ja. Zo, dat is even duidelijk, dames en heren. En wat is voor jou de weg daar naartoe? In juni dit jaar begint de Olympische kwalificatie. Dus het duurt eigenlijk 2 jaar. Het eerste jaar tellen de punten 50% en het tweede jaar tellen de punten 100%. Dus het tweede jaar is eigenlijk het belangrijkste. Ja. En dan moet je bij de eerste 14 van de wereldranking staan. Ik sta nu vierde. Dus in principe, als er geen gekke dingen gebeuren, ga ik dat gewoon halen. En, ja, en dat is het doel, een medaille natuurlijk. Ja, nou, wij wensen dat natuurlijk allemaal met jou. Je hebt een fantastische prijs gewonnen en we wensen jou nog ontzettend veel geluk toe. En sportief succes in jouw hele carrière. Dames en heren, de winnares van vanavond, Annika van Emden. En Laura, jij hartelijk bedankt voor het uitreiken.